Welkom dames en heren bij 023 Magazine. U merkt het, de verkiezingstijd is begonnen. En dit keer hebben wij GroenLinks uitgenodigd. GroenLinks Haarlem, om er precies te zijn. En naast mij zitten... Jasper Drost, 31 jaar. Ik ben al 5 jaar lid van GroenLinks. Ik heb afgelopen 4 jaar mee mogen draaien in de commissie ontwikkeling als schouderraadslid. Dagelijks leven werk ik bij een ingenieursbureau als adviseur duurzaamheid. En ik heb nu de eer om op plek 3 te staan voor deze verkiezing. Oké, commissie ontwikkeling, waar gaat het precies? Ja, goede vraag. Dat is een van de 2 fysieke commissies. Hè. Alles wat in de gemeente wordt behandeld, gemeenteraad, komt eerst in een commissie. In Haarlem hebben we er 4 en commissie ontwikkeling is daar eentje van. Economie wordt behandeld, toerisme, het wonen, bestemmingsplannen. Okay. Ja, dat is belangrijk, want sommige mensen weten dat niet. Ja, nee, goed dat je het goed heeft okay. Perfect. Lijsttrekker. Ja, mijn naam is Robert Berkhout, ook 31 jaar, lijsttrekker voor GroenLinks Haarlem deze verkiezingen. Ben ook deze periode raadslid, is mijn eerste periode als raadslid. De andere commissie beheer heb ik ingezeten en ook commissie ontwikkeling. En nu knallen in verkiezingstijd. Oké, en beheer neem ik aan, is dat gewoon beheer van het openbare? Zowel het groen, de duurzaamheid, ja, als de openbare ruimte en alles wat erin omgaat. Oké, okay, ja. Nou, groen is dus GroenLinks, hè? Zeker. Ja. Dus ja, ga ik gelijk natuurlijk naar de vraag toe van GroenLinks Haarlem. Waar staat dat precies voor? Wie mag het woord geven? Nou, ik wil een aftrap doen. Het is eigenlijk heel simpel waar wij voor staan. Het zit inderdaad in de naam. We gaan voor een schone toekomst en we gaan voor eerlijk delen. Dat is eigenlijk de basis die je moet weten. Dat zijn de uitgangspunten van GroenLinks. Maar dan, wat is er belangrijk in Haarlem? Dat is concreter. Je zal het hier voorbij horen komen. Je zal het, als je de verkiezingsprogramma's leest, voorbij horen komen. Wonen. Het gaat gewoon om wonen. Er is woningschaarste. Dus ook daar zijn wij ontzettend mee bezig. Maar hoe doe je dat dan precies? Wat ons betreft gaat het om betaalbaar wonen voor de groepen die het hardst nodig hebben. Dus dan kijk je bijvoorbeeld naar de starters die nu eigenlijk geen woning kunnen vinden. Dan kijk je naar de studenten die eigenlijk niet zelfstandig kunnen wonen. En dan gaat het er dus om welke groep spreek je aan, waar ga je bouwen. Ja, dat is wat ons betreft beginnen we gewoon rondom station Spaarnwoude. Dat is een OV-knooppunt. Ja. Dat is eigenlijk het makkelijkste. Dan heb je ook niet allemaal een auto nodig. Dat gaat niet ten koste van je bereikbaarheid. De grond is in ons bezit, lijkt ons heel simpel. Begin daar met veel betaalbare woningen te bouwen. En maak ze klimaatneutraal. Want dat is dat groene aspect. Net dat linkje wat ons dan weer GroenLinks maakt. Duurzaamheid. Het stond gisteren nog in de krant. Helaas gebeurt er landelijk niet heel veel als het om klimaat gaat. Of te weinig. We hebben dat klimaatakkoord van Parijs waar we ons aan moeten houden. Maar echt een CO2-tax wordt nog niet ingevoerd. Of kolencentrales worden nog niet afgesloten. Maar gisteren stond in de krant, op lokaal niveau zijn gemeentes voor meer dan 1/3 van de CO2-uitstoot, daar hebben we invloed op. Okay. En dat staat op het spel bij deze verkiezingen. Dus wij kunnen echt als gemeente meters maken als het gaat om duurzaamheid. Dat betekent dus dat je, en daar heb ik mezelf hard voor gemaakt, woningen van het aardgas af gaat krijgen. Ja, okay. Dat is echt één hele belangrijke stap. En verder gaat het om eigenlijk... minder ruimte voor de auto, meer voor de fiets, voetganger en het OV. Schone mobiliteit. Ja, zeker. Nou, wat wel goed is om toe te voegen nog bij het verhaal is dat sommige partijen hebben het over het groene corset. Hè, die mooie, prachtige groene rand om onze mooie stad. Dat is nou juist niet de plek waar je moet gaan bouwen. Er zijn genoeg plekken te vinden. Nou, Robert noemde er al eentje. Juist van die plekjes... Iedereen kent ze wel, waar nu op dit moment niks is. Juist daar gaan wij bouwen. Oké, dus moet ik het zo samenvatten. Dus iets meer, wat al in de stad zijn, maar dat liever ietsje meer volbouwen, maar de groene randen sparen. Zo, ja, sowieso. Ja, dat heet dan met een mooi woord verdichten, inderdaad. En dat levert ook allerlei spanningen met zich op. Dus je moet dat heel goed aanpakken. Maar daar hebben we ontwikkelzones voor in de stad. Dat kan. Daar kunnen 7500 woningen in. Is onderzocht. Kunnen daar plaatsen. Kunnen daar neergezet worden. Maar vooral kijk naar die Waardepolder. Die rand van de Waardepolder. Ja. Oké, dat is duidelijk. Ja. Nou, dan. Dat is natuurlijk altijd met elke kiezer. Die zegt altijd van ja, wat hebben jullie al gedaan natuurlijk. Ja. Zeker omdat natuurlijk GroenLinks volgens mij zit ook in de coalitie. Klopt. Zeker. Ja. Dus, al 8 jaar. Ja. Dus wat is zeg maar, de eikpunten waar je zegt nou, daar zijn we trots op. Ik kan wel een paar aftrapjes geven. We zaten natuurlijk eventjes te bedenken van wat voor een opsomming heb je nou in algemene zin. Hebben we de afgelopen 4 jaar, het is wel grappig, we komen uit een periode waar we echt moesten bezuinigen. En nu gaat het economisch weer goed. Dus er is, we hadden ook een behoorlijke schuld als stad. Nou, die is gelukkig, die wordt weer afgebouwd. Dus dat is eigenlijk overkoepelend, is dat een hele goede beweging. We gaan bezuinigen.
Daarnaast hebben we denk ik, en dat zijn daar kunnen we nu de vruchten van gaan plukken. We hebben twee visies vastgesteld, twee kaders. Eentje is de routekaart. En dat is eigenlijk de basis om naar een klimaatneutraal Haarlem toe te gaan. We weten wat er nodig is om dat te gaan doen. En die andere is de structuurvisie openbare ruimte. En die zegt eigenlijk van joh, we moeten gaan investeren in de fiets, de voetganger en het openbaar vervoer. En dat ligt er nu. Dus ook dat moet de komende jaren uitgewerkt gaan worden. Dat zijn de hele grote kaders. Concreter, denk ik, hebben een aantal dingen hebben ons hard gemaakt voor een popcentrum in het Slachthuisterrein. Ja. Oefenruimtes voor beginnende bandjes, echt heel erg belangrijk. Ja. De nachttrein rijdt weer op vrijdag en zaterdag naar Amsterdam, ja, heen en weer. Dat is een jarenlange wens geweest. Het is gelukt, deze periode. Kleinere zaken, als we hebben initiatieven van onderop, hebben we heel erg gestimuleerd. Dus ja. Leefstraten, gewoon dat mensen 6 weken in de zomer hun auto eruit kunnen knallen. Kan er wel een tijdje doorgaan. Jij nog een paar? Ja, goeie. De schillenboeren hebben we teruggebracht in 2 wijken in Haarlem. Als signaal van nou, een mooie manier om GFT-afval in te verzamelen. Robert noemde al net 2 mooie voorbeelden van hè, met de nachttrein, popcentrum. Misschien om wat breder te trekken. Het is gewoon belangrijk dat we als Haarlem ook een beetje bruisend houden. Dat, ja. Hè, we liggen natuurlijk dicht bij Amsterdam. Dit zijn 2 mooie voorbeelden om die bruisheid te houden. Misschien een ander voorbeeld daaronder is ook het onderwerp waar we het meest over gehad hebben in de gemeenteraad afgelopen 4 jaar. Is toch de koepel. Ja. Die kwam in 2013, werd bekend al dat die leeg zou komen. Nou, is geloof ik 2015 ook gebeurd. We hebben het lang over gehad. We zouden het eerst openbaar verkopen. En degene met het grootste zak geld, die mag hem hebben. Gelukkig hebben we, als GroenLinks hebben we ons daar heel hard voor gemaakt. Dat niet zou gebeuren, want er kwam een plan langs. Stichting Panopticon, University College, kwam langs. Ja, het is veel wederom. Ik probeer nu even iets in een minuut te vertellen wat we echt jaren over hebben gepraat. Dus lastig. Onder de streep, op dit moment wordt er een soort van universiteit ingecreëerd. Ja, dat lees ik af. In ieder geval niet dat het appartementen of iets anders saais, maar gewoon er komen 600 studenten in principe vanaf 2019 naar. Zijn we heel trots op dat gaat gebeuren. Oké, dat snap ik. Het enige wat ik denk, van als jullie het natuurlijk zo leuk maken, natuurlijk Haarlem, is dan niet het invloed op Amsterdam, dat dan opeens iedereen in de toekomst komen? Dat niet een beetje doorkruist hier in het plan? Het is iets anders. Ja, we zien inderdaad dat er Amsterdammers hier naartoe komen. Dat is ook een behoorlijke frustratie, denk ik, van Haarlemmers. Hè. Die komen met de overwaarde van hun huis, komen ze hier net een woning kopen. Dat is een probleem. Maar aan de andere kant, als je eventjes algemeen, als je niet bijbouwt voor jongeren, voor starters, trekken die de stad uit, dan wordt de stad er helemaal niet levendiger op. En wat wij juist willen, is die bruisende plekken behouden. Dus, maar ook ervoor die de kans geeft. Zo'n dakkas op parkeergarage De Kamp. Er zijn partijen die zeggen, nee, dat moet een parkeergarage blijven, daar mag niks gebeuren. Of de Oerkap, juist dat stadstrandje wat we hebben, dat maakt Haarlem leuk. En er zijn partijen die zeggen, nee, voor de hoogste prijs verkopen. En volgens mij hebben we daar ons steentje bijgedragen om te zeggen, nee, dit is wat Haarlem nodig heeft. Dit soort initiatieven moet je koesteren en dat maakt Haarlem zo'n fijne stad. Ja, wat voeg je maatschappelijk toe in plaats van, als je maar het meeste biedt. Nou, ik denk dat het een heel duidelijk verhaal is, heren. Dank je. Ik wil jullie bedanken voor deze bijdrage. Ik denk dat de kiezer dank voor de uitnodiging. Ook een kans heeft om toch GroenLinks wat beter te leren kennen. Mooi. En mensen, jullie ook bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie ook wat meer weten over GroenLinks. En ga sowieso stemmen. Bedankt.